Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. In samenwerking met sportnieuws.nl interviewen we de Nederlandstalige toerkaartwinnaars op Q-School. En vandaag de man die ons als allereerste verblijde. Hij won een toerkaart al op dag 1. Het is Jeffrey Sparidaans. Jeffrey, hoe gaat het ermee? Ja, fantastisch. Het zijn wel mooie dagen zo. Ja, toch? Hoe voelt het nou om een tourkaarthouder te zijn, om die tourkaart binnen te hebben? Ja, het is wel even wennen, want je krijgt zoveel berichten in één keer op één dag. En waar ik totaal niet gewend ben. Nee. Ze waren allemaal blij van mij en ik zelf ook trouwens. Ik had het zelf niet verwacht, maar ik had echt een hele mooie dag. Echt. Ja, want op de allereerste dag, ik heb het lijstje hier ook voor me staan. Vanaf de laatste 16 versla je 4 mannen die later ook een tourkaart zelf wonnen. Wanneer was het moment Ja. dat je dacht van, oké, ik kan hier gewoon een tourkaart misschien wel pakken vandaag? Nou, de eerste ronde was eigenlijk niet zo goed tegen de Nederlander Jan van der Weert. Ja. Daar gooi ik zelf 78 gemiddeld. Dus dat gevoel had ik van, ik ga het eigenlijk niet pakken, zeg maar, of winnen op deze manier. En de tweede ronde dan tegen Patrick Maat. Daar ging iets beter mee, belangrijke 120 finish. Ja. En toen zei ik van ja, ik heb maar 2 wedstrijden gewonnen. Dat is al heel mooi, maar ik wil wel proberen om verder te komen. Ja, vanaf de laatste 32, toen ging mijn gemiddelde dus wel stijgen. Ja. En een belangrijke 170 finish tegen Jacob Taylor voor 4-0, terwijl hij op top staat. En ja, vanaf dat moment, het kan gewoon. En toen ik in de finale stond, daarvan, ja, waarom ook niet? Ben er nou toch? Zo is dat. Ja, toch even de halve finale ook uitlichten tegen de Fransman Jacques Labre, waarbij je wint 6-4, je gooit 101,62 gemiddeld. Dat is denk ik ook al sowieso, Ja, hè, je haalt klopt. de finale, maar ook dat is natuurlijk een moment dat je denkt van, ja, als ik dit kan, dan kan ik hem ook gewoon pakken vandaag. Ja, het mooiste is wel van. Ik had zijn naam wel gehoord op verschillende toernooien, Ja. maar ik wist nog niet wie het was. Maar qua naam wel, maar toen ik hem voor de eerste keer zag gooien, dacht ik van, oh, die kan wel dachten, want ja, het staat niet voor niks in de halve finale. Maar het was wel de eerste keer dat ik hem zag. Ja, en het werd gelijk een mooi potje. Het was gelijk gelijkwaardig. Ja, de finale won je van de Belg Ronnie Huibrechts. Ik kan me zo Ja. voorstellen, de zaal is natuurlijk aan het einde van de dag redelijk leeg. Heb je kunnen juichen? Op het moment of op de laatste pijl heb ik zeker wel even kunnen juichen. Ja, het was niet luidruchtig, maar het was wel even rustig aan, zeg maar. Gewoon even, gewoon zeggen, come on, zeg maar. Ja. Ja, voor de rest heb ik iedereen een hand gegeven en heb ik het verder nog rustig aan kunnen doen. Ja, ik las ergens dat je pijlen weggooide. Ja, toen ik de dubbel 16 gooide voor de wedstrijd, ja, die 2 pijlen die vlogen denk ik 4 banen verder. Ja. Maar voor de rest werd er niks gezegd. Nee, precies. Hey, ik denk, Sparidaans, die naam, de echte dartfan, die kent die naam natuurlijk wel. Je bent 29 jaar, je woont in, of je komt uit Tilburg. Wat doe je voor werk bijvoorbeeld? Ik werk als hovenier, 32 uur. En verder ja, doe ik darten tussendoor. Ja. Ja, nou verandert in één keer heel veel. Heb Want je al ik contact heb opgenomen? gewoon gewerkt. En ja, ik heb het ook uit moeten leggen tegen mijn baas. Die Ja. was ook gewoon blij, zeg maar. En ja, hij zei van, ja, dan moet je toch iets aan gaan doen. Van misschien een dag minder werk als het seizoen begint. Ja, dan moet dat wel geregeld worden. Oké, dus hij is er redelijk open voor in ieder geval. Ja, hij staat wel goed, redelijk voor open, ja. Mooi.
ander puntje waar we nog op terugkwamen is dat we dat je, de, hè, jou, dat je best wel wat speelde op bijvoorbeeld het WDF-circuit. Voor corona eigenlijk. Maar daarna, hè, de laatste paar jaren eigenlijk niet zo heel veel meer op dat circuit hebt gespeeld. Wat is de reden daarachter? Nou, ook door corona, zeg maar. De afgelopen 2 jaar. Toen konden we ook bijna nergens naartoe, fatsoenlijk. En, ik heb wel, voor de coronatijd heb ik wel nog wel WDF-toernooien gegooid. Ja. Maar ik ben niet zoveel wegens het reizen en al met COVID. Dus heb ik ook besloten om even 2 jaartjes rustig aan te doen, want dan kies ik liever voor mijn gezondheid. Ja. En dat vind ik net zo belangrijk. Dus sinds dat corona allemaal weg is. Ja, toen heb ik nog een paar toernooien gespeeld, maar ook niet veel meer. Ja, en toen, ben volgens mij nog vorig jaar naar Open België geweest. Of dit jaar, Dutch Open nog. Ja. Of vorig jaar. Ja, precies. Denemarken nog, heb ik nog meegepakt. Ja, toen dacht ik van, tot weer tijd voor Q-School. Ja, en blijkbaar heeft die, een echte pauze was natuurlijk niet, maar, want je hebt ook, je gooit ook Super League bijvoorbeeld. Ja, Super League, competitie nog. Precies, en blijkbaar heeft die soort van reispauze wel geholpen, want je hebt nu een tourkaart. Binnenkort moet je dan wel weer iedere keer naar Engeland reizen. Kijk je daar misschien een beetje tegenop of heb je er vooral heel veel zin in? Nou, ik heb er wel zin in. Ja. Mooi. Sinds met mijn forum, wat ik afgelopen week heb gedaan bij Q-School, heb ik zoveel zelfvertrouwen gekregen. Dus ik heb er wel zin in. Precies. Ik weet dat je op de Q-School, want je won natuurlijk al een tourcard op dag 1. Daarna bleef je volgens mij nog een dagje of 2 dagen om in ieder geval Benito van de Pas te supporten, dacht ik. En Alexander Merckx wordt volgens mij ook een beetje bij jou. Ja. Vriendengroep. Klopt. Binnenkort ga je dus naar Engeland toe. 128 darters. Wie zijn daar een beetje jouw vrienden? Aan welke tafel in Milton Keynes of Barnsley ga jij zitten? Nou, ik heb nog veel contact met Danny Noppert. Mm-hmm. En Luc Peters. Ik heb ook een beetje gesproken met Richard Veenstra. Leuk. Ja, want we speelden in die tijd nog veel met het Nederlands team, zeg maar, met de World Cups en de Europese kampioenschappen met het Nederlands team. Dus die band hebben we sowieso al. Nou, Gian en Owen, die ken ik ook al heel lang. Ja, genoeg. Dus daar zijn wel de mensen van, dat komt wel helemaal goed. Ja, precies. Oké, daar komende 2 jaar mag je dus in ieder geval alle Players Championship toernooien spelen, alle Eurotour qualifiers. Ja, ik bedoel, je zei het eerder al, het was voor jou ook een verrassing dat je die tourkaart pakte. Maar als je het nu bedenkt, wat voor doelen zou je jezelf zetten voor bijvoorbeeld het aankomende jaar of de aankomende 2 jaar? Een top 64 zou wel mooi zijn in 2 jaar tijd, maar ik denk... Als ik gewoon even kijk, dat de verrassing is, dan zou ik eerst even kijken hoe het dan gaat, de eerste toernooien. Ja. Nou, kijk wat het resultaat is en dan kan ik nog altijd kijken van waar ik ongeveer kan staan. Ja, lijkt me prima. Gewoon aankijken. Ik wens jou in ieder geval... Hoe het gaat, ja. Ja, precies. Ik wens je in ieder geval... heel veel succes de aankomende 2 jaar als PDC Tourcardhouder. Nogmaals gefeliciteerd. En, dankjewel. Ja, veel plezier ook in Engeland, in het Duitsland en waar je ook terecht mag komen. Nou, dat gaat wel goed komen.